RN7 traint in aanloop naar de Zevenheuvelennacht met een aantal hardlopers uit de regio. De trainingen voor de lopers van de hardloopwedstrijd zijn nu echt begonnen. Woensdagavond ging hardlooptrainer Paul Eigelsheim van hardloopschool Be Running aan de slag met de coaching van de deelnemers. Ik heb wat ervaren lopers en twee die lang niet hebben gelopen. Daar gaan we dus voor trainen. Dus ik verwacht dat zij wel op een redelijke snelle tempo mee kunnen gaan en mee kunnen komen. Hij is zeer tevreden met de groep die klaargestoomd mag worden voor 17 november. Sommige deelnemers hebben naast natuurlijk lol hebben ook andere motieven om mee te lopen. Het lijkt me een hele uitdaging om met zo'n groep de Zevenheuvelennacht te doen. Ik loop al meer dan een jaar en ik loop eigenlijk altijd alleen. En ik wou dit zien hoe dat het in een groep gaat. Ja, je kunt elkaar natuurlijk helpen en steunen en elkaar ophalen als het nodig is. Of iemand uit de groep deelnemers kans maakt om te winnen, weet De Bruin goed duidelijk te maken. Nou, dat ben ik niet, denk ik. Maar ik denk dat er wel eentje tussen zit, ja. Hiervoor is goede training nodig. Eigelsheim heeft alle oefeningen voor een goede afloop al in zijn hoofd. Dat is heel divers. Intervaltrainingen, duurloopjes, 100 metertjes, 200 meter loopjes, 400 meter loopjes. Wordt pittig.